Hallo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is een hele speciale dag, want we wonen hier 4 maanden. En we gaan dus vandaag eindelijk weer eens wat doen in ons huis. Oh echt? Iets heel belangrijks, namelijk... Gordijnen. Gordijnen! De gordijnen komen eindelijk binnen. Nou ja, eindelijk op zich. Het heeft een maand geduurd. Gordijnen voor hier, voor daar en in de slaapkamer. Ja, ik hoop gewoon dat het beter gaat worden. Oh, en... De plank die daar hangt, ga ik ook wat beter vastzetten. Dus dat is een beetje vandaag de planning. Lig jij daar onverdedigd bij? Onverdedigd? Ja, ik weet het niet. Waarom lig je er zo bij? Nee. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op je kanaal, doe dat dan even. Want de 25.000 abonnees komen best wel snel dichtbij. Dus doe dat vooral. Ik moet zeggen dat ik hier het meest blij mee ben, omdat het in de ochtend best wel vroeg wakker wordt. Maar het is eigenlijk in de ochtend niet meer zo licht. Dus eigenlijk heeft het niet zoveel zin meer. Dus we kunnen ze beter weer terug doen. In Rotterdam en in Voorburg moesten we altijd naar buiten voor het afval. Maar tegenwoordig zit dat in het gebouw en het stinkt er altijd trouwens. Dat wel. Ik hoef er niet meer voor naar buiten. Dat is voor in de zomer maakt het me niet zo uit, maar in de winter is het best lekker. Dus ik ga deze even naar beneden brengen en dan ga ik even gelijk laten zien hoe dat eruit ziet. Dan zien jullie het ook eens een keer. Even kijken, waar is die fles nou? Ik ben trouwens dadelijk alleen thuis, want Guylaine gaat weer eens de hort op. Wordt het een ding wat vaker gaat gebeuren? Misschien wel, ja. Poef, ja. Elke donderdag. Nou, dat is toch heerlijk voor jou? Ja, ben ik wel echt wel alleen. Zo. Lekker, ja. Hoe was het koekje? Ja, koekje was erg lekker. Lekker gemaakt. Dank je, schat. Kan je goed, hoor. Dank je. Ik zou vragen welk koekje bedoel je dan? Nou, ik ben dus bezig met chocolate chip koekjes. Kijk. Deze ziet er wel anders uit als de Guylaine op heb, maar het ziet er wel erg lekker uit. Ik ga er daar ook even eentje testen, maar goed, ik eet nog niet. Kijk, we hebben hier een deur. Open. Dan heb je hier een ruimte. Oh, de meeste zijn nu weg, maar goed. Oh, Jan is allemaal leeg, dat is mooi. Dan kun je het hier indumpen. Deze staat dit dus ook nog helemaal vol. Maar dat staat waarschijnlijk nu buiten. Ja, het staat allemaal buiten. En wat we hier allemaal in mogen doen, is vooral dit soort dingen allemaal niet. Ik moet ook wel zeggen dat het erg luxe is om binnen het gebouw dit te kunnen doen. Ja. Ja, dat klopt. Guylaine is natuurlijk weg. En ik dacht van ja, kunnen we samen even die dingen gaan halen. Maar ik kan zelf ook even naar de Gamma rijden. Dan ga ik het misschien nog vast ophangen. Hi, je hebt niet de stangen? Nee, die komen al op een andere dag. Serieus? Ja. Oh. Freek, dit is gewoon kut. Zoals jullie waarschijnlijk nu wel hebben gehoord, zijn de relingen niet meegekomen. Die moesten er wel bij zitten, dus ik kan het vandaag niet eens doen. Die gozer kan vrij weinig aan doen, maar ik ga maar even bellen, want ja. Ja, wel mooi trouwens. Het ziet er heel mooi uit. Dan bestel je het en dan kan je het niet eens in elkaar zetten, omdat er nog geen relingen bij zitten. Ik dacht van nou, dan rijd ik even naar de Gamma of zo, maar ja goed. Het zal wel. Dan kan het best zijn dat hij vandaag met de hele bus mee komt, zeg maar, wat wij nog op moeten halen. Nee, daar zou je contact op moeten nemen met de Karwei, om het zo moeten zeggen. Met Karwei zelf, oké, ja. Ja. Welkom bij de klantenservice van Karwei. Dankjewel. Bedankt voor de juiste informatie. Yes. Ik ga dan even meteen voor je kijken. Yes. Ja. Ik kom zo bij je terug, hè? Ja. Ik heb een twee tellen in de wand. Ja, is goed. Dankjewel. Oké, tot zo. Ik heb even de leverancier per direct gecontacteerd en die geven aan dat het morgen wordt geleverd. Hij staat ook ingepland voor morgen. Nou, morgen dus weer een dag. Zo zie je het in de volgende vlog. Oké. Ik zal nu even een koekje proberen hoor, jongens. Ik ben wel benieuwd naar deze bad boy. Kijk hoe die lekker eruit ziet. Hij is chewy van binnen. Oh ja. Oeh ja. Kijk. Zo bedoelde ik hem dus. De chocola is namelijk nog een beetje zacht. 5 out of 5. Heerlijk. Ik ben even een yoghurtje aan het eten. Podcast hierop. Even relaxed. Oké. Ik heb dadelijk een afspraak op kantoor voor de nieuwe mystery box. Dus change of plans. We gaan niks ophangen vandaag. We gaan dingen samenstellen voor de mystery box. Die waarschijnlijk in oktober, eind oktober uitkomt, denk ik. Maar dat gaan we dadelijk maar even zien. Ik wil even verder met eten en podcast luisteren. Trouwens wel een goede podcast. Het is Moorden in de Jaren. Het staat op Spotify. Ik zal maar even beneden linken. Ik vind het wel interessant. Vooral moorden in de jaren... Het zijn allemaal moorden in de jaren 80.
We beginnen weer in de auto trouwens. Nee, dat is niet waar. Waarschijnlijk is dit een toevoeging aan een andere video. Het is zondagavond. En eigenlijk gaan we nu iets doen wat we al in het begin van onze relatie ooit wilden gaan doen. Wandelen op het strand aan het einde van de dag. Precies. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Nee. Waarom eigenlijk niet? Dat weet ik niet. Ja, meestal omdat jij moe bent volgens mij. Ja, vaak wel, maar... Je zei ineens spontaan van laten we heen gaan, denk ik. Oké, dat had ik niet verwacht. Nee, ik had het niet verwacht. Maar ik denk omdat het nu ook gewoon goed gaat met de auto rijden. Ja, kunnen we er lekker heen rijden. Ja, of je bent toch al snel weer 40 minuten bezig, geloof ik. Ja, best wel lang. En met het, hoe heet het ook weer? Met de scooter was het ook toch iets van een half uurtje. Ja, en dit is een kwartier met de auto. Oh jongens, ik had vanochtend mijn video van morgen ingesteld. En het komt ineens op zondag online. Op zich leuk voor jullie, 1 september. Ik denk dat ik een calculatiefout had gemaakt. Ik denk het, ja. Ja, ik denk het wel. Misschien dacht je dat het maandag was. Zou kunnen. Zou kunnen. Moet wel tanken, zie ik. Oh. Ja. Toch weer een hoop. Even in de administratie zetten hoor, meid. Ja. Kijk, ergens dacht ik wel, het is chill als jij gaat rijden, maar toen dacht ik ook van ja, maar ja. Ik merk dat ik toch wel iets meer moet rijden weer. Om te onderhouden. Nou, dat is goed dat je het toch gaat doen. Hè? Dat bedoel ik, maar. Was het ineens van alles is vol. Maar vol. Het ziet er niet vol uit. En we zijn binnen. Maar ik denk dat iedereen oprecht weggaat nu juist. Kijk. Hier, als je hier ziet. Helemaal niet druk. Helemaal niet druk. Nou, lekker toch? Zo, parfum. Zo. Brrr. Sommige parfums ruiken eigenlijk alsof je hele sterke 1 seconde lijm ruikt. Ja, smerig hè, soms. Ja, dus hoef je niet per se veel op te spuiten. Sommige zijn gewoon echt zo intens. Ja, klopt. Alsof er heel veel alcohol in zit of zo, volgens mij. Ze heeft haar slippertjes al aangedaan, hoor, de meid. Het is nogal druk overal. Kijk, wat is dat trouwens tegenwoordig met bouldercars? Ik zie tegenwoordig mensen allemaal met bouldercars lopen. Boulderkarren, toch? Boulderkarren? Ja, misschien heb je wel gelijk. Maar wat is dat daarmee? Ik zie ook mensen zonder kinderen die dat hebben. Het is gewoon heel handig misschien. Ja, het is ook wel. Het is op zich ook handig. Het idee is heel handig, denk ik. Nou, het is nog niet heel rustig hoor, schat. Jezus, nou had jij dat verwacht? Nee, niet echt. Dat allemaal een 6 uur maaltijd mislopen. Had jij verwacht dat het zo druk zou zijn? Nou ja, ik heb er niet heel erg hard over nagedacht. Het is echt druk. Maar het is ook een van de laatste dagen van het jaar, denk ik, dat het echt warm is. Nog. Dus veel loesje figuren. Ja. Oké, nou, we hebben onze schoentjes uit hoor, jongens. Ik vind het nog redelijk druk. Ik heb er niet over nagedacht, maar het is eigenlijk best wel logisch natuurlijk. Ja, dat is nog best lekker weer. Scheveningen is natuurlijk zo toeristisch. Dat ik had ook eigenlijk niet bij stilgestaan. Nederlanders willen altijd terug om rond 5:30 voor een kostje, toch? Ja, maar de toeristen niet. Nee. Die zijn er nog in grote getalen, kan ik je vertellen. Zo is het. Maar steeds rustiger die kant op, hè? Ja, dat is wel. Dat is ineens fris. Wel lekker. Dat is zo mooi daar, dat reuze gat in de zon. Ja, dat is wel mooi. Ja. Ja, dat is, het is een beetje drijfzand. Drijfzand, ja. Het wordt ineens dan heel hoog, hè? Ja. Maar het ziet er wel mooi uit. Het is niet op beeld te krijgen eigenlijk. Heel mooi dat het echt is. Nee. Dat is zo ja, met een hele dure camera wel. Dat kan je het allemaal even vergeet, is het echt prachtig. Dat is waar. Maar sowieso wel mooi, toch? Als er geen mensen zouden zijn, zou het best mooi zijn. Ja, maar ik denk dat op een gegeven moment gaat het wel naar huis, toch? Ik weet niet hoe lang jij wil blijven. Ja, ik wilde eigenlijk gewoon lekker een stukje lopen en teruglopen. Oké. Maar nu al terug? Ja, wat wil je anders doen dan? Dat is wel een beetje... Dat is wel echt prachtig. Ja, het is wel prachtig, ja. Ja, het is een beetje gaaiers, hè, wat er rondloopt. Nou, dat is niet te hard zeggen, maar... Nee, het is niet een hele fijne sfeer, vind ik. Nee, ik had eigenlijk verwacht dat de laatste mensen op het strand zouden liggen. Maar misschien is het daar gewoon te goed voor. Ja. En te warme dag voor. Het is wel echt een warme dag, hè. Nou, we hadden wat later moeten gaan, denk ik.
Ja. Had ik naar Kijkduin kunnen gaan bijvoorbeeld of zo? Ja, ik dacht Wassenaar of Kijkduin hadden we beter. Ja, jij was daar een stukje zo ver rijden. Nou, dat is even ver als Kijkduin dus op zich. Oh. Heerlijk. Maar nou, het is inderdaad wat te doen, ja. Het gedrein, daar word je toch echt totaal niet rustig van, hè? Nee, dat dacht ik ook. Ik denk dat we wel verder hadden gelopen als er niet de enorme gedreun van muziek was geweest. Hoeven we toch niet te verklaren waarom we... We voelen het gewoon even niet, dat mag toch? Nou, we kwamen net iemand tegen. Ja, dat wel. Die kijkt video's en die zei van ja, ik wilde even op het strand lopen. Toen hoor ik dat gedreun, denk ik nou, ik ga maar die kant op lopen. Ja, de andere kant weer op inderdaad. Ja, een bepaald fout idee. Weten we in ieder geval dat we dit niet meer moeten doen, maar of een ander strand. Je kunt het wel, wel in de rustige maanden doen. Dus als we een ander strand hadden gekozen, dat ook beter was geweest. Geef hem. Oké, zwart, is goed. Wat? Het gaat heel zacht. Ja, ik heb zijn oordop in. Wel geprobeerd. En daar gaat het om, dus daar gaat het. Wat was dat erg? Oh, ik heb er helemaal niet over nagedacht. Ik dacht, we gaan er even langs het strand lopen. Terwijl de laatste badgassen nog op het strand liggen. Ja, dacht ik ook, ja. Maar het was een en al toerist, wat te dronken lag te schreeuwen overal. Ja. Zo stom ook, hè. Dus tuurlijk is dat vandaag dan. Scheveningen ook, hè. Ja, op een zondag. Nou ja, op zondag zou je juist verwachten, of niet? Je zou zeggen op zaterdag en op vrijdag. Zondag gaan mensen, maandag gaan ze weer beginnen. Dat is echt nog de laatste... Strohalmen van de vakantie. Maar dat was wel echt... We hebben een heel rustig dagje gehad. En nog even... nog even een... Compleet kapot. Ja. Kan ik niet aan. Dat was echt verschrikkelijk. Helemaal gespannen. Dan ook al die figuren. Nou, ik denk, hou mijn tas maar vast. Ja. Ik ben ook helemaal warm en zo. Plakkerig. Zweterig. Nou, was lekker. Was een goed idee, schatje. Ja, was goed, hè? Ja, ik zat nog te twijfelen. Ik dacht, gaan we dan ergens in een bos lopen of aan het strand? Nee, wat lekker, een beetje uitwaaien. Nou. Ik had liever in het bos gelopen, persoonlijk. Ja, ik nu ook, ja. Ja, nou goed. En weten we ook weer. Weten we ook wel. We are here at last. Hoe is het met je? Ja, ik heb het warm. Zo, het is wel warm hier, zo, hè? Het is echt warm opeens. Ik dacht dat het vandaag niet zo warm zou worden, maar het is toch nog warm. Ja. Wij gaan even kattenbakkorrels halen, want Freek heeft geen kattenbakkorrels meer. Daarna gaan we naar kantoor, want Luca komt langs om te bespreken voor de nieuwe Mystery Box. Waarom zei ik dat zo moeilijk? Weet ik ook niet. Mystery Box. Soms is het ook een mysterie, toch? Ik heb het trouwens wel afgezegd, Ben en Jerry. Ik dacht ook met Luca, dat is sowieso even wel belangrijker. Zo, want hij kon onverwachts, hè? Nee, de reden dat Luca langskomt is omdat hij moet gaan bestellen uit Japan. En hij wil even gaan kijken door de lijst heen of er wat interessants tussen zat. Wat hij gelijk mee kan bestellen. Heb je nog wat leuks te melden? Ja, ik had een matcha gedronken. Oh ja? Dat was wel een beetje korrelig. Maar ze deed het ook in een klein... Korrelige matcha? Ja, ze deed het in een klein dingetje in plaats van, het is wel matcha latte. Waar heb je dat gedronken dan? Bij Brute? Ja. Maar dat is ineens iets nieuws dan of zo? Nee, ik denk een ander wijfie. Nou, waar gaan we nou heen? Naar liedje daar? Naar maanden? Wat jij wil, schat. Ik ga overal heen. De Mall of the Netherlands. Ja, kan op zich ook wel. Daar heb je wel de meeste kans dat het er is. Dat is wel waar, ja. Denk ik. Lopen we toch weer in de Mall. Ja, jij zei dat net toch? Dat je daarheen wilde. Ja, maar alleen voor de Albert Heijn. Oh. Ik hoefde niet per se naar de mall zelf. Wat heb je voor broodje gehaald? Een broodje voor jou. Hè? Die wil je nooit? Ja, nu wel. Dat is lekker snel klaar over de oven hier. Dat is wel. Kom eens hoor. Waar ga je het eten dan? Nu, zo. Wherever, whenever. Ja. Zo, als Shakira altijd zei, toch? Was dat Shakira? Ja, toch? Dat is Shakira. Shakira. Het is wel lekker rustig in de mall weer. Dus eigenlijk een kleine correctie van de vorige video. Je kan ook op donderdagmiddag komen. Het is donderdagmiddag? Ja, het is donderdagmiddag. Donderdagmiddag komen. Nou, wat leuk. Die is gratis? Oké. Hebben die nog gratis? Laat eens zien. Je hebt in de vlog gezien dat we stickers gingen drukken. Die zijn dus binnen. Dus ze staan misschien wel op de webshop op het moment dat we dit filmen. Wauw. Of online zetten, niet als we dit filmen. Heel benieuwd hiernaar. Dus dit. Ze doen ze in dit soort pakjes. Cute. Kijk. Wat
cute. Maar dat, ik wist helemaal niet dat ze het hier zo netjes in deden. Ja? Nee, oh, wat schattig. Dat ziet er wel mooi uit, hoor. Ja? De volgende. Deze. Deze. Huh? Wat is er? Dat is niet de bedoeling. Wat is cool. Wat is niet de bedoeling? Dat het helemaal zo is. Oh, ik ben dan benieuwd hoe die... Oh, is het? Oh nee, wacht, die is holographic. Dit is cool. En dan komt het nu, hè? Het klapstuk van de avond. Tada! Oh, die is wel leuk geworden. Die lijkt minder holographic dan die. Oh nee. Nee, hoezo? Het is gewoon holographic, hoor. Zo, dat is wel cool. Ik durf ze bijna niet uit de verpakking te halen of zo. Leuk pakketje ook. Ja. Hij is wel heel leuk, deze ook. Heftig in het echt zo. Ja, in het zakje is het inderdaad echt heel anders. Oh ja, nee, dit is wel een stuk beter inderdaad, ja. Kijk. Ja, ik denk dus dat deze op een trui echt super leuk is. Het valt wel mee hoe groot het is. Heel groot. Maar ik vind de stickers ook kleiner ogen als dat ik dacht in mijn hoofd eigenlijk. Ik dacht dat ze groter zouden zijn. Ja, we hebben ze zelf zo, maar we hebben ze zelf zo besteld. Dit is wel de tofste, hoor. Deze is echt tof. Vind je die het tofst? Nee, ik vind deze echt nog steeds het tofst. Dit is mijn... even van glitter. Mijn Fafje. Fafje. Maar je had dus niet, we hadden dus niet... Ik had het helemaal niet geselecteerd, maar ik denk dat dat automatisch gaat, omdat het erop geprint wordt. Maar ik vind het wel raar dat die kleur er dan wel op is zit, want ik heb helemaal dit niet uitgesneden. Nou, waar had je deze nou gevonden eigenlijk, deze sticker app? Shop, ja. Nou, die volg ik echt al 10 jaar. Ja? Ja, misschien niet, maar wel echt al 7 jaar. Ik wilde ooit eens laten printen, maar ik heb nog nooit sticker ideeën gehad, maar dit zijn wel echt goede ideeën voor stickers. Ja, en ik kan het spelen op je Gameboy. Ja, ik vind het toch echt wel grappig, hoor. Sure, op een trui. Deze. Het is wel een huge ass, toch? We zijn trouwens ook met een plan bezig om hier een mok van te maken. Die gaat ook gedrukt worden. Dus die komt ook binnenkort op de shop. En als we het nu gaan sturen, dan misschien nog wel eerder dan later. Zo, wat is er met jou mooi gebeurd? Weet ik niet. Een beetje strak staat dat. Ja. Ja. Ja, en dan, ja, ik denk dat jullie hebben wel eens wat Cheetos in de doos gehad, maar ik heb gewoon een Amerikaanse verleden genomen. Ja, zet mij van mijn bleuren. Maar dit zijn ook allemaal dingen die je nog verder gaat importeren of niet? Even kijken, ja, het enige wat lastig zou zijn is deze. Oké. Maar de rest zou gewoon moeten kunnen, maar we kunnen zo door de lijst heen. Het zijn wel weer bijzondere dingen. Ja, heel leuk. Ja, gaat nog niet laten zien. Deze is ook wel leuk. Deze wordt gewoon in Breda gemaakt. Dan gaan echt? We eerst naar Japan. En dan komen we dan terug. Tweede of derde week van november in... Oh, november pas. Oké. Maar doen we er dan gewoon 650? Of 600, sorry? Ja, ja, maar hoeveel dozen hebben we nog? Ja, zoiets. 600 dan? 600. Ja. We zijn nu de lijsten heen aan het gaan om te kijken wat we in de nieuwe doos kunnen doen. Trouwens, er liggen hier allemaal dingen omheen. Ik weet niet wat erin gaat komen, dus... Ik zal er even nog geheim. Ja, precies. Ik snap niet dat je hier soms weggewijsd uit wordt, hoor. Want ik vind het allemaal dat ik denk, oh, ja. Ja, nee, maar bijvoorbeeld, kijk, dit soort dingen, Daido, dat is leuk. Maar dat is gewoon een B-merk in Japan. Dus dat vind ik, dat skip ik dan vaak al. Ja, ik snap het. Maar ik heb dus allemaal producten gekregen om te gaan testen voor de nieuwe doos. En ik weet ook wanneer die ongeveer gaat komen. Waarschijnlijk ergens medio november, midden november, denk ik. Maar daar moeten we dus nu allemaal dingen voor gaan testen. Ik heb het eigenlijk nog nooit echt laten zien, volgens mij. We hebben hier allemaal producten, maar er komen dus ook producten uit Japan. We gaan hier dus alles van testen. En nee, we eten niet alles op. Dat zeg ik maar alvast erbij. Met de Brits proeverij had ik deze ook al willen hebben. Dit is dus een anijsdrankje. En daar hebben ze een chips van gemaakt. Misschien komt die in de doos, ik weet het niet. Misschien haal ik dit eruit. Dat zou kunnen. Als ik het er niet uit heb gehaald, dan is die er niet in gekomen. Oké, nou, we gaan even alles pakken. We gaan naar huis en dan heb ik nog taco's die ik ga maken. Ik heb het gisteren gemaakt met pulled chicken. Dat was echt fucking lekker. Ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. We zijn weer thuis. Dus gisteren gingen we iets eten. Ik neem jullie even mee in het proces. Nee, niet in het proces. Ik ga jullie even laten zien. Want ik heb dus pulled chicken voor het eerst in mijn leven gemaakt. En het zag er echt... het zag er niet lekker uit, maar het was wel erg lekker. Ik vond het heel lekker. Ja? Ja, echt goed gemaakt. We gaan het vandaag weer eten. Heerlijk, schat. Zin in? Ik ga een beetje opspijzen. Dan ben ik toch een verwend vrouw, hè, dat ik zo verzorgd word door jou. Ja, maar ik ben een verwende man, want jij bent altijd bezig met het huis. Ik doe de rest, oké. Ik maak dus trouwens tortilla's zelf. En het brood heeft ook gemaakt. Dat kan wel op zich. Misschien moet ik het een klein beetje bijkneden, maar volgens mij... is het deeg soepel genoeg. En daar doe ik dus dat in. Maar ik ga er nu ook nog even wat rucola en zo bij doen. En misschien een
klein beetje saus nog. Ik ga dus nu de wraps maken, wat heel simpel is. Dit maak je met bloem, 0.0 bloem, deze. Die vind ik erg fijn om mee te werken. Olijfolie en water. Dan kneed je het heel lang. Nou heb ik een keukenmachine, dus dat gaat wel lekker makkelijk mee. Maar die kneed je iets van 6, 7 minuten. En dan maak je er wrappies van. Die doe je in de pan. Al moet ik zeggen, daar ben ik nog niet het beste in. Maar volgens mij tortilla wraps maken, dat plat drukken, dat doe je volgens mij met zo'n pers. Die heb ik niet, dus ik moet het echt uitrollen. Maar dat is best wel lastig. Beste wrap ooit, toch schat? Alles zelf gemaakt, jongens. Alles zelf gemaakt. Van salsa tot alles. Dit is wel echt het lekkerste wat ik ooit op heb. Het is echt heel lekker, dit. Als je jou vraagt wat Freek hierachter zit te doen, die is aan het wachten op zijn eten. Wij kijken YouTube-video's. Dat doen we echt wel veel, hè? YouTube-video's kijken. Ja. Het begint ook allemaal weer online te komen. De zomer was een moeilijke tijd. Ja. Ja. Maar goed, gelukkig is die tijd weer gegaan. En uploaden mensen nu weer. Een zwarte soort van polo met een rit. En ik was echt super cute. Ik ben een beetje basic wat betreft kleding. Basic bitch. Het is me iets te excentriek. Freek, wil je even ophouden alsjeblieft? Ik hoop dat morgen die rails wel komt. Want ik heb nog steeds geen mailtje gekregen of iets, hè? Ja, het was een beetje oplichters. Ja, kijk maar iets hoor, schat. Ik moet toch naar de wc. Ik wil niks meer kijken. Er is niks. Dan zet je het uit. Sommige mensen gaan echt letterlijk altijd op vakantie, heb ik het idee op YouTube. Dat is echt bizar. Ja, nu kunnen ze echt wel ruimen wie of wie het is. Ja, dat maakt hem niet uit. Maar dat is toch ook zo? Ja, echt zo lullig toen. Die meid verdient gewoon op vakantie. Zij gaat letterlijk... Net alsof zij geen vakantie verdient. Dat is echt een werkpaard, hè? Dat geloof ik. Zij werkt 10 keer harder dan jij. Dat geloof ik direct. Zij verdient het gewoon. Nee, maar daar gaat het niet om. Het is toch bizar? Sommige mensen lijken altijd op vakantie. Kijk, ja, wij zijn nooit op vakantie. Dat is ook weer een andere uitzicht. Ik ben inderdaad nooit op vakantie. Toen zijn we nooit op vakantie. Ja, maar deze meid zie ik letterlijk... Die was toch laatst nog in Spanje? Of? Nou, dat weet ik niet. Nee, in Italië, toch? Italië, ja. Ja, als je het kan betalen en het allemaal kan doen, I don't judge, maar ik vind het zo bizar dat je daar überhaupt zin in hebt. Dat is het meer. Ja, ik vind het bizar dat mensen daar zin in hebben. Gaan. Ik vind het allemaal rompslomp. Ik ook. We hebben een voicey. Oh, slecht dan nog? 12 minuten, zo, ze hebben het best gedaan. Guys, hoe is het? Hoe hebben jullie de dag vandaag weer doorstaan? Nou, wat doe ik dat toch weer heerlijk, Mike? Dit kan me raken, je vieze gek! Jongens, het is echt leuk om een kat te hebben hoor, maar echt die kattenbak uitscheppen, ik heb er niks mee. Vooral het schoonmaken vind ik ook echt verschrikkelijk. Of onze gordijnrails morgen komt, dat gaan we zien in de volgende vlog. Ik hoop het, ik heb er nog steeds geen mail over gekregen. Bedankt voor het kijken, mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe het dan alvast even. Nee, doe dat dan nu, even. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog weer. Of waarschijnlijk bij de podcast, nee, ik weet eigenlijk niet welke dag het is. Nee, ik denk de volgende vlog. Uiteraard in de volgende vlog zit iets. Wat ik een paar vlogs geleden wilde. Mag jij raden wat dat is?